Vandaag vindt het eerste mastertoernooi van de samenwerking plaats. Dat is eigenlijk een toernooi exclusief voorbehouden voor de clubs die behoren tot een samenwerkingsverband met KVC Westerlo. Victor, kom maar, ga mee door. Nog, kom maar, Victor. Goed verdedigd. We willen ons als club KVC Westerlo in de eerste plaats sociaal engageren. En we willen ook de nodige know-how die wij hebben op sportief vlak overbrengen naar de club zelf. Concreet betekent dat we dit jaar, we hebben nu vandaag ons mastertoernooi, zo hebben we ook al de dag van de samenwerking gehad. We hebben in totaal 2 bijscholingen georganiseerd dit jaar. Ook 1 keer per seizoen mogen de kinderen tijdens een wedstrijd mee oplopen, de duiveltjes. En we gaan met spelers van de A-kern en onze gediplomeerde trainers ter plaatse voor op de club zelf een thematraining te verzorgen. Ja, we staan hier vandaag op het voetbaltoernooi. Voor welke ploeg speel jij? Noordster. En welke positie heb je daar? Speelt een beetje overal. Ja. En jij shot ook voor Noordster. Wat is jouw positie op het veld? Meestal linkervleugel en soms rechtervleugel. En is jullie trainer content van het voetbal dat jullie dit jaar gebracht hebben? Ja. En wie heeft er dit jaar het meeste doelpunten gemaakt? Wie is dat? Kobe. Jij? Hoeveel doelpunten heeft Kobe dit jaar gemaakt? Dat weet ik niet. 50 of zo. 50 of zo? Ja, zeker. Er is sprake van. Goeie man. Goeie Alexander. Fieber, dat kan op televisie, hè? Fieber, dat kan op televisie, hè? Bij welke voetbalproef voetballen jullie eigenlijk? In KSK Kasterlee. Je bent hier vandaag op het toernooi van Westerlo. Vind je het hier plezant? Ja. En wie maakt dan bij jullie de meeste doelpunten? Wie doet dat? Ik. Jij? Deze ook, hè. Hoeveel doelpunten heb je dit seizoen gemaakt? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb 2. Ik heb er denk ik iets in de 12. Is er eigenlijk iemand van jullie die ook later voetballer wil worden? Iedereen? Ik heb een standaard shotten. Ik heb bij Barça. Ik ben Anderlecht. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door. Op welke voetbalploeg shotten jullie eigenlijk? Veerle. Sport. En op welke positie speel jij? Eigenlijk we spelen overal. En deze match sta ik van voor. En doen jullie het goed, Veerle? Ja. Ja. Wil je later ook voetballer worden dan? Ja. Nu is 3-1. Ja, we scoren zojuist. En wie maakt er bij jullie de meeste doelpunten? Hoeveel doelpunten heb je al gemaakt dit seizoen? Vorig jaar, aan telkens seizoen, heb ik er 35 gescoord. En willen jullie later ook allemaal voetballer worden waarschijnlijk? Ja. En bij welke ploeg wil jij gaan spelen? Ik weet het nog niet. Bij Westerlo misschien? Ja. Ik ben Barcelona. Oh, ik dan moeten jullie wel Spaans kennen, hè? Gaat dat lukken? Aliarne! Nee. Yeah.
Vandaag, de rest van de dag, wat staat er nog op de agenda hier? We hebben uiteindelijk het toernooi een beetje anders aangepakt. Volledig volgens de Panathon-verklaring. Dat is meedoen en plezier maken is enorm belangrijk. Dat betekent dat we enerzijds kinderen anderhalf uur wedstrijdjes gaan spelen. En anderhalf uur gaan ze eigenlijk randanimatie doen. Dat zijn eigenlijk in totaal drie activiteiten, die randanimatie. Enerzijds gaat onze cheergirl, de verantwoordelijke, die gaat de kinderen dansinitiatie geven. Verder is er ook nog de voetbalkooi, waar dat de jongens eigenlijk hun talent kunnen laten zien. En tenslotte is ook nog de campaan van Westerlo, die als thema de spionkop heeft meegekregen. Dus de kinderen eigenlijk moet aanzetten tot het worden van de ideale Westerlo supporter. Zet de kempbom! Zet de kempbom! De rest gaat de